In het strafschopgebied mag alleen de doelman de bal in zijn handen pakken. Op de hoeken staan hoekvlaggen. Deze geeft aan waar het veld stopt. Zo is het goed te zien wanneer de bal uitgaat. In de middencirkel wordt de aftrap genomen, zodat het spel kan beginnen. Dat gebeurt bij het begin van de wedstrijd en na de pauze. Eerst door het ene elftal en daarna door het andere elftal. Als een ploeg heeft gescoord, mag de andere ploeg vanaf hier weer beginnen.